Hey ruitjes en teefjes, jullie favoriete online hondenfluisteraar is er. Woe! En ik heb een gast. Kijk eens, wie is dat? Momo! Hallo! Momo heeft ook heel veel te zeggen vandaag, maar ik ben dus terug en ik heb ontzettend veel comments gekregen met allemaal hondenvragen. En die ga ik natuurlijk beantwoorden in deze video. Maar nu eerst... Het is warm. Nu eerst wil ik graag de sponsor van deze video bedanken. Namelijk... AirDog. AirDog is dus sinds kort teruggekomen met nieuwe waterbakken. En deze waterbakken zorgen ervoor dat jouw hondje water kan drinken met een smaakje. Het werkt dus zo. Er zit een geurpot in deze bak. En die zorgt er dus voor dat simpele, saaie water dus gaat smaken naar iets wat jouw hond lekker vindt. Er zijn dus smaakjes als zalm en tonijn. En ik heb dus een fantastische deal voor ons geregeld. Namelijk 10% korting met de code MOMO10, all caps. Ga naar de link in de beschrijving. En ik zou zeggen, probeer het uit. Zelfs voor de vegetariërs zijn er... Nee, MOMO, niet in de vegetariërs! Goedendag en welkom. Fijn dat jullie vandaag allemaal bijeen zijn gekomen voor de uitvaart van onze geliefde Momo. We zijn vandaag op een bijzondere locatie. Een plek waar Momo graag kwam. Momo was niet alleen geliefd door haar baasje, maar ook door haar online community. Het land huilt. Maar de natuur gaat zijn eigen gang. In dit soort momenten is het belangrijk dat we elkaar stevig vasthouden. Online en offline. Ik weet zeker als wij vanavond omhoog kijken, een extra heldere ster in de avondlucht te zien is. En die ster is Momo. En Momo is die ster. We gaan nu luisteren naar een van Momo's favoriete nummers. Ik ben nog niet zeker of de volgende een Shiba Inu of toch weer een Corgi moet zijn. Wat? Ik bedoel, je branding schreeuwt Corgi, dus dat is makkelijk. Maar Shiba Inu zijn nu mad trending. Right now, mad trending. Geloof me. Dus misschien een leuke rebranding. Vergeet trouwens zo meteen in je speech niet even de sponsor nog te noemen. Je weet wel, die AirDog. AirDog van die cutpots die de hele kamer laten stinken en zo. Ze hebben een nieuwe smaak, kippiedipiedi. Ze kunnen wel wat hulp gebruiken. Wauw. Wat een energie. Dan gaan we nu luisteren naar de ongetwijfeld mooie woorden van Momo's baasje Maxime Mol. Hey, zet hem op. Vergeet de sponsor niet. De code is nog steeds MOMO10. Ik kon het niet zo snel aanpassen. Maar misschien kun je zeggen dat het soort laatste eerbetoon is of zo. I don't know, fiets er maar in. Juist. Ja, ik zat zelf aan een Shiba Inu te denken. Ja. Ja, die zijn HOT hot. Hot right now. Trending. You got a trend watch, weet je. Maar dat zeg ik sowieso al jaren. Maar ik heb trouwens... Nee, ik ga helemaal niet door de tunnel. Nee, ik ben gewoon bij de livestream. Heb je maar gezien, toen ik binnenkwam. Ik ben lakot, hè. Ik ben lakot. Was maar een hond. Uh,
je moeten terugbellen. Ik bedoel, het is niet maar een hond. Het is mijn hond en ik hou van haar. Maar dit is te veel. Dit is niet... Dit is buiten proportie. Jullie houden van een hond die je niet eens kent. Momo, die poepte soms in het huis. En laatst kwam ze nog thuis met een dood vogeltje. Momo was niet perfect en niemand is perfect. Ik denk dat we soms gewoon iets meer met elkaar om moeten gaan en... Ja, iets minder met elkaar. Team Verzet korting. Hey, ik weet dat ik een tijdje niks van me heb laten horen en dat het misschien leek alsof ik gestopt was, maar ik heb eigenlijk super veel zin om weer te beginnen. Jullie helpen met jullie hondenproblemen, dat is mijn passie en... Ik ben echt heel blij om er weer te zijn. Er waren zelfs een aantal mensen die speculeerden over wat voor nieuwe hond ik dan nu zou nemen. Maar ik denk dat ik nog even geen nieuwe hoef. Overigens ben ik wel op zoek naar een nieuwe social media manager. Doei.